Goedemorgen jongens, dames en heren. Welkom bij deze nieuwe video vlog. Welkom. Het is vandaag zaterdagochtend voor mij. Iets of 9, half 10 of zo. En we gaan zo meteen, want het is nu alweer zaterdag, want ik heb de rest van de week ook niet gevlogd. Maar ik ga naar een autodealer. Dus welkom bij deze video. Vandaag is weer een autodealer. En daar ga ik zo meteen heen met mijn pa, mijn ma en mijn zus gaan denk ik ook mee. Dus jullie zie ik dan zo bij die autodealer. Verder over mijn scooter. Die heb ik nog geen tijd om op te halen. En vandaag is ik ook niet, dus in morgen is het dicht. Dus geen idee wanneer die komt. Maar ik kan er vandaag als goed zo ophalen. Dus ik moet even kijken hoe en wat. Maar ik ga nu naar die autodealer. Dan zie ik jullie wel bij de autodealer. Genieten van de vlog. We hebben zaak gekeken nu. Ja. Oké, ik heb gekeken voor een auto en er stond een Golf 6 Hero, maar die is nu halen vanaf een andere loods. Dus nu staan we hier ook, met allemaal GTI'tjes en zo. Zo dik. En nu haalt hij de auto voor gaan kijken op en dan zijn we zo meteen verder. Dus ja. In de auto met mijn vader. En dit is de Golf 6. Van de binnenkant, gewoon even een proefritje maken. Om achterhand, de kilometers zijn wel wat hoog. Kijk, die zijn ja. Maar verder. Het was hier €4.000-5.000, dus op zich is het niet dat je denkt van oh, het is een spotprijs. Maar het is even een proefritje maken. Ik heb nog geen rijbewijs, dus mijn pa met de proefrit. Dus we gaan even kijken hoe het bevalt. De buitenkant is gewoon een Golf 6 met kofferbak. Nou, de interieur hebben jullie net al gezien. Even kijken. Ja, het is gewoon. Net Golf, vind ik. Alleen de kilometer zat wat hoger kan zijn, maar ik vind hem op zich wel mooi. We zitten nu in een, al bij een andere dealer alweer. En nu bij een, zeg maar, een auto van we net in staven, maar dan een GTI-versie. Het is gewoon hetzelfde, maar dan met een ander display. Het is dan ook gelijk een automaat. Maar dan is het wel gelijk de GTI-versie. En op zich gewoon, ja, kofferbak is gewoon hetzelfde, maar. Dus op zich. Dit is natuurlijk nog mooier als je dit hebt. Nee, ook 2 ton kilometer. Even kijken. Ja. Maar verder. Ik vind het wel mooi. Ik moet gewoon nog even verder kijken in deze winkel. Maar ze hebben deze auto. Die hebben we net al een sportversie soort van eigenlijk van. Dus we zijn alweer thuis. En nog even wat anders. Ik heb een nieuwe jas gekocht. Dus ik moest eerst twijfelen. Dus het is wel best vrij lang hier. En ja, verder. Gewoon zakjes hier. Overal, ik dacht, dit zou ik jullie ook nog even. Dat is wel relaxed. En wat ik ook nog heb besteld. Want heel veel mensen, als je met mijn privé vooral zit, vind ik mijn handschoenen zijn een beetje kapot. Ik ga ze even aandoen. Maar die zijn dus best wel erg kapot. En ik gebruik ze ook gewoon met werk en met alles en met mijn eigen scooter en zo. Maar ik heb het nieuw besteld. Want ja, als ik ze aan heb, hij is helemaal kapot met mijn duim. Dus ik heb het van nieuw besteld. Dus die zijn ook binnengekomen. Dat is ook wel top. En ik kan vanavond. Halen mijn ouders mijn scooter op, of nu is mijn sleutel, dus vanavond heb ik mijn scooter weer. Dus dat zien jullie ook lekker vanavond of morgen, in ieder geval in deze vlog. Dus dat wil ik even mededelen we zijn weer thuis van de dealer we gaan nu even omkleden. Dan ga ik weer naar mijn werk toe, dus ik zie jullie, ik denk als ik mijn scooter weer heb, zometeen. Jongens en meiden, het is nu avond en mijn scooter, die staat er weer. Dus ik heb er zelf nog niet op gereden, maar ik ga ervan uit dat alles gewoon is opgelost. Wat het dus was, is hij was klaar om 5 uur en ik moest beginnen met 4 uur met werk. Dus ja, toen dacht ik shit, want morgen zijn ze dicht, morgen zondag. Maandag red ik het ook niet, want dan zit ik tot, ben ik in ieder geval om 6 uur niet in Alkmaar, dus dan red ik het ook niet. Dus dan was ik op dinsdag pas hebben, dus wat in mijn paard gaan, die heeft toch een opgehaald. Dus nu staat hij gewoon weer hier. Dus dat is wel relaxed, dus ja. Dat was wel chill van mijn pa en ik ben ook de hele dag met mijn pa geweest, dus dat is wel relaxed. Dus het minste wat ik nog kan doen is hier ook. Dus dat is het minste wat ik nog kan doen, dus ja, dat eigenlijk. Nou pap, in ieder geval omdat je mijn scooter hebt gebracht, omdat je de hele middag ook mee bent geweest, kon ik op zijn minste wel een merci halen. Nou, lekker man. Ja, dus nou hartstikke bedankt. Ik ga even naar mijn paard zitten en dan ga ik zo meteen even kijken hoe die rijdt weer. Ik vertelde dat je handschoenen kapot waren, maar ik heb de nieuwe binnen. Dus, goed is, even kijken.
En dan is het pak. Kijk. Dezelfde, maar dan zijn ze helemaal heel. Ze had even mooi meegenomen. Want die anderen waren kapot, zoals jullie konden zien. Maar die zijn lekker binnen. Dus dat is in ieder geval voordeel. Dus dat is mooi. Ik was alvast met mijn scooter. Ik had een alarm. En er zat water in dat alarm. Waardoor er, zeg maar, een stukje storing kwam. Waardoor al die ledjes helemaal kapot gingen ofzo. Dus daar zit een storing in. Dat is nu gefixt. Dus dat is gefixt. Als het goed is, rijdt hij gewoon weer. Ik moet alleen even een klein rondje rijden dat de accu weer maar vol is. Dat ga ik zo meteen even doen. En dan is dat in ieder geval helemaal top. Dus dat is wel relaxed dat ik hem het weekend ook gewoon heb. Want dan hoef ik niet te fietsen. Dat is een mooi voordeel. Dus dan ga ik zo meteen even een rondje doen. En dan zien we dan weer verder. Maar even een hele andere setting. Ik wel. Nou, we zijn nu. Ik was voor een polo kijken. Ik doe even die foto hier bovenin. Zo gewoon een polo. Zeg maar, ja, gewoon eigenlijk meer van daar voor ons een foto van de polo is. En toen zag mijn moeder deze auto staan. Dat is een Ford K. Ik laat jullie zo meteen wel een foto van de buitenkant zien. Maar mijn moeder die had een hele weekend erover. Dus ik heb even mijn dealer gebeld. Tenminste, mijn dealer, deze dealer gebeld. Want ja, kan er een proefrit in worden gereden. Dus dat gaan we nu doen. Dus we wachten eigenlijk nu even op de sleutels. En dan gaan we even een rondje doen. En kijken wat moeder ervan vinden. Want dan gaat ze, zeg maar, vanaf de auto die daar staat. Dat is haar oude auto. Wilt ze deze? Als ze, ja. Hij is iets kleiner, maar hij is dus nog wel heel dik. En dan laat ik zo meteen even foto's van de buitenkant zien. Ik ben weer thuis van de autodealer. We hebben even een proefrit gemaakt. Nou ja, mijn moeder heeft een proefrit gemaakt. Beviel wel. Awesome heeft gekocht. Dat kunnen jullie allemaal zien in de volgende vlog. Ja of nee, dat weet ik. Maar jullie niet. En dat zien jullie allemaal in de volgende vlog. Hij heeft ook nog gezegd over een polo. Een witte polo krijgt hij morgen binnen. Dus daar zou ik ook nog eventueel naar voor kunnen kijken. Met panorama dak en allemaal dat soort dingen. Maar dat zie ik morgen. Minstens morgen of morgenavond. Dat wordt denk ik donderdag pas. Maar dat zien jullie ook in de volgende vlog. Als het gaat gebeuren. Verder zijn we nu thuis. We gaan even eten. En dan moet ik morgen weer vroeg. Dus ik ga al niet te laat maken. Dus dat eigenlijk. Jongens en meiden. Ik ben alweer de vlog alweer aan het editen. Dus dat betekent dat dit het einde van de video is. Mocht je deze video leuk vinden. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hier beneden. En volgende week donderdag weer een nieuwe video. Dus dan zie ik jullie weer volgende week donderdag. This is the song, la 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 la, Elmo's song. La 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 la, la 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 la.